Welkom bij de online les over het kweken van een van de mooiste snijbloemen, de freesia. De freesia komt oorspronkelijk uit de Kaapkolonie in Zuid-Afrika en is daarom ook wel bekend als het kaapslelietje der dalen. De freesia is door botanicus Eklon, een verzamelaar van planten in Zuid-Afrika, rond 1830 vernoemd naar een vriend van hem, de Duitse medicus Frese. Bij familiebedrijf Akerboom worden freesia's jaar rond met passie gekweekt. Akerboom heeft al meer dan 50 jaar ervaring met het telen van freesia's en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De combinatie van een prachtig assortiment en een bijzondere kwaliteit onderscheidt Akerboom Freesia in de markt. Akerboom zet zijn freesia's in de markt onder de slogan Akerboom Freesia, Fills Your Heart. Met deze slogan vertelt Akerboom het kleurrijke verhaal van de freesia's. De reden waarom bloemisten voor de freesia's van Akerboom kiezen is vanwege ons ruim assortiment, uitmuntende kwaliteit en wij garanderen ook een lang vaarsleven. Dat komt met name omdat we de freesia's mooi op kleur snijden. En door ze goed op kleur te snijden, komen ze beter open, intenser van kleur en hebben ze ook een langer vaasleven. De freesia is een bloem die zich op de vaas volledig laat zien door zich elke dag een beetje meer te openen. Kelk voor kelk. Zo geven ze geurend hun ware schoonheid prijs. En vervullen daarmee ieders hart, huis en leven. We nemen u in deze les mee in het proces van knol tot eindproduct. Dat eindproduct wordt jaar rond in topkwaliteit en in een mooi kleurenpalet aan u geleverd, zodat u met de juiste freesia kunt aansluiten bij de wensen van uw klanten. Akerboom kiest per periode en jaargetijde per kleur het beste ras uit, zodat uw klanten altijd de beste groei- en bloeiresultaten krijgen. Freesia-kralen, dat zijn kleine knollen, worden gebruikt voor het maken van nieuwe freesia-knollen, voor het kweken van snijbloemen. Nadat de knollen een temperatuurbehandeling in klimaatcellen hebben gekregen, worden ze in de kas uitgeplant. De knollen hebben allemaal dezelfde bolmaat. Dat zorgt voor een uniforme grootte van de snijbloemen. De grond is afgedekt met kokospiet om de grond niet te laten uitdrogen en vitaal te houden. Na ongeveer 4 dagen zijn de eerste wortels al te zien. Er wordt gaas over de planten gespannen wat als steunmateriaal dient, om mooie rechte stelen te krijgen. Freesia-knollen houden van warmte. Ze hebben het nodig om goed te kunnen groeien. Daarom wordt de grond afgedekt met doek om de warmte te behouden en liggen in de grond verwarmingsslangen. Belichting door middel van assimilatielampen zorgt voor goede groei en perfecte kwaliteit. Na 2 weken komen de eerste bladeren van de freesia's al boven de grond en langzaam wordt het doek omhoog gedrukt. In een nog later stadium gaat het doek er zelfs af. De grond is afgedekt met biologisch afbreekbare korreltjes voor de reflectie van het licht en isolatie. Akerboom, de echte vakman, kan na 6 weken al het minuscuul kleine knopje in aanleg zien. Dit knopje wordt uiteindelijk de bloem van de freesia. Iets later zijn zelfs het aantal zijtakken al waar te nemen. De uiteindelijke teelduur is afhankelijk van het jaargetijde. In de zomermaanden groeit de freesia in 95 dagen. Maar in de winter duurt het soms wel 18 weken voordat de bloemen klaar zijn om te oogsten. De freesia bestaat uit een kam met daarop de bloemen en knoppen, zijtakken en steel. Soms kom je wel eens een iets lager zittende hoofdbloem tegen. Deze wordt duim genoemd. In de winter kunnen op de steel donkere en lichtgroene streepjes elkaar afwisselen. Dit geeft het groeitempo van de dag en de nacht aan. Om freesia's bij consumenten altijd uit te laten komen, is het oogsten in het juiste rijpheidsstadium heel belangrijk. De onrijp gesneden freesia's komen namelijk niet goed open. Freesia wordt gesneden op lengtes. De meest voorkomende lengte is 50 tot 55 centimeter. De bloemen worden op 10 stelen per bos samengevoegd en direct minimaal 4 uur op water gezet met het voorbehandelingsmiddel Grisal Professional 2. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit in de afzetketen optimaal blijft. Zeer lange lengtes van 1 meter tot 1,20 meter kunnen voor bijzondere gelegenheden worden aangevraagd. De gehele plant wordt hierbij geoogst. Dit zeer bijzondere product wordt geleverd op speciaal verzoek in een speciale hoes en tegen een speciale prijs. Deze zeer lange lengtes kennen een extra lang vaasleven. Na het oogsten worden de freesia's in bundels van 5 bossen op water gezet en per 2 bundels op een fust. De meeste Akerboom freesia's worden in mengbundels aangeboden.
maar in minimaal 4 kleuren zitten. Geel, wit, roze, rood of blauw. Het totaal beschikbare kleurenspectrum bestaat uit wit, geel, roze, rood, oranje en blauw. Op aanvraag zijn ook de afzonderlijke kleuren leverbaar in bundels van 5 bossen en in beperkte hoeveelheden. Het gewicht is mede bepalend voor de kwaliteit. De zware kwaliteit Freesia heeft een gewicht tussen de 21 gram en 24 gram. Een bundel weegt dus al gauw 1050 tot 1200 gram. De eerste kwaliteit Freesia weegt tussen de 14 en 16 gram. Akerboom Freesia denkt graag mee met klanten. De wens van de klant staat voorop. De bloemen worden met eigen vervoer afgeleverd op de locaties waar exporteurs zijn gevestigd. Het produceren van knol tot een prachtige snijbloem van topkwaliteit is vakwerk en de wijze van aanbieden onderscheidend. De beste rijpheid, de mooiste kleuren en bloemen die altijd uitkomen. Wanneer de verzorging en presentatie in de bloemenwinkel in orde is en het verhaal achter de Freesia bekend, zullen de Akerboom Freesia's goed verkopen. In de volgende les kunt u hier alles over leren. Akerboom Freesia. Fills your heart, your home, your life. Goedendag, ik ben Lucas Jansen, je online leraar in het e-learning platform van Flower Academy TV. Het enige echte e-learning platform voor de gehele sierteelt. Wil jij meer weten over assortiment, kwaliteit en verzorging? Het verhaal achter bloemen of planten of mooie bloemdecoraties leren maken? In floweracademy.tv kan dat. Leren over bloemen en planten was nog nooit zo leuk en gemakkelijk. Het resultaat is verbeterde presentatie, juiste productverzorging, veel minder derving en meer omzet. En gemotiveerde medewerkers en studenten. Registreer jezelf en sluit een voordelig abonnement af. Stel je eigen leerprogramma samen, toets jezelf en print je certificaten. Voor bedrijven en scholen hebben we speciale groepsabonnementen. Speciaal voor scholen, bedrijven en organisaties hebben we een uniek managementinformatiesysteem ontwikkeld. Beheren van deelnemers en resultaten is erg gemakkelijk. Learning is fun at Flower Academy TV. And learning is earning.